Nou, ik maak me eigenlijk nooit ongerust om hem als hij naar zijn werk gaat. Nee, ja, maar dat komt eigenlijk ook. Ik vertrouw op Raf's vakkundigheid. Maar ook op zijn collega's. Wat hij ook heeft, hij heeft... Maar hij kan het gewoon goed relativeren. Je kan erover praten en is het gewoon klaar. Ja, Raf is natuurlijk bevelvoerder. En Raf die heeft wat dat betreft wel een zesde zintuig. Hij let de hele tijd heel goed op mensen. Hij kan mensen echt wel lezen van... als je natuurlijk met een groep brandwachten zit... je maakt natuurlijk van alles mee. Tot heftig, tot echt humor. Maar je moet ook kijken hoe iemand zich voelt die dag. Als je nou denkt van... hé, jij lacht niet met alles mee. Er is wat met jou. Dan denkt hij... ik ga met jou even lekker bakje koffie doen. Dan gaat hij even apart zitten. Om even op een goede manier even te vragen... hoe gaat het met jou eigenlijk? Ja, als Raf naar zijn werk gaat, is hij 24 uur natuurlijk weg. Vind ik helemaal niet erg. En hij ruikt zo lekker naar zeep als hij thuis komt.